ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag, welke datum? Maandag 9 november. En mijn broertje en ik zitten in de auto. Ik was even vergeten de vlog te openen, dus daarom doe ik het even zo. Maar als je er heel veel zin in hebt, zou ik het... Je gaat niet met je oortjes in de auto zitten. Als je heel veel zin in hebt, doe je een duimpje omhoog. En ik kan je abonneren op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Nee, echt niet. Ik zet gewoon muziek aan, Ryu. Jij moet heel veel luisteren. Oh, oké. Okay. Nou, wij zitten in de auto en we gaan even naar Den Haag toe, want we moeten cadeautjes kopen. En ik moet ook nog heel even langs mijn stage, want ik moet iets laten aftekenen. Want ik heb vandaag geen stage en morgen ook niet. En dat moet ik vrijdag inleveren. Dus dat ga ik even doen. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel te doen. Nee. Dus ik ga nu naar mijn stage toe rijden en dan gaan we naar de stad. Zin in. Dat is fijn. Oké, we zijn nu in H&M. Ik heb net al iets gekocht bij de Zara. En we gingen eigenlijk kijken voor mijn verjaardagscadeau. Maar ik weet nog niet wat ik wil. En we gaan nu kijken voor een trui. Toppie, zin in. Straks sporten. Gaan we zo eten? Lekker eerst Mackie eten en dan sporten. Kijk, daar liggen die truien. Die zijn heel chill, die hoodies. Oké, we zijn in de stad geweest en we hebben een aantal dingen gekocht. Het was echt bizar heet. Dus ik heb even een knop. Een knop op mijn hoofd. Ja, dat wil ik. Oké. En Joen, ik heb nu Mackie gehaald. Kan je mijn eten geven? Waar is je drinken dan, Joen? Hier. Zet maar hierop. Dat is wat fijner. Zo. En Mackie. En we gaan zo meteen nog heel even naar het dorp om wat anders te kopen. Oh, ze hebben echt niet gegund. Ik ben terug uit de stad. Ik heb al wat dingen gekocht, laat ik straks zien. Ik ga alleen nu sporten met Celia. Lekker naam met Mackie, maar oké. Beter iets dan niets. Dus we gaan nu sporten. Ik heb mijn sportkleding al aan. Daarna ga ik eventjes verder filmen. Want ik had ook nog een leuk pakketje gekregen. En ik had dus wat dingetjes gekocht. Misschien film ik ook wel iets kleins in de sportschool. Maar dat weet ik nog niet. Moet ik eventjes kijken. Oké, ik ben terug van het sporten. Het licht is wel een beetje slecht, sorry. Maar ik had nog een leuk pakketje gekregen. Mijn adres weghalen. En die ga ik eventjes unboxen. Ik zal de Instagram in beeld zetten, maar ook in de beschrijving. Zie ik een leuke roze scrunchie. Hij is een beetje oud roze. En er zit een kaartje bij. Hey Annette, superleuk dat je mee dat je met ons wil samenwerken. Heel veel plezier met de mooie sieraden. Met de code Annette15 krijg je kijkers 15% korting. Dus je krijgt ook nog 15% korting. Dus dat is leuk. Heel benieuwd wat ze heeft gekozen. Oh ja, dit is het kaartje wat erbij zit. Als eerste zit er zo'n schakelarmbandje in. Heel simpel. In het zilver. Ze hadden gouden en zilveren sieraden. Dus dat is deze. Een ringetje in. En deze heeft met een soort van steentje. Dit is het ringetje. En daar zit een soort wit steentje in. Een beetje blauw-wit. En er zitten ook nog deze oorbelletjes in. Ik hoop dat je ze een beetje goed ziet. Maar het zijn met van die sterretjes. Hij staat niet helemaal scherp. Dus... ik wil heel erg bedanken voor deze sieraden. En je kan dus een kijkje nemen. Ik zet het in de beschrijving. Dan heb ik nog iets gekocht bij de Zara. Maar ik had ook nog een nieuw mondkapje gekocht. Deze vond ik wel mooi. Voor de rest hebben we heel veel cadeautjes gekocht. En we hadden ook nog een trui gekocht. En bij de Zara heb ik nog deze laarzen gekocht. Dus ook nieuwe schoentjes. Ik zal even de code in beeld zetten. En ik ga nu even de vlog van vorige week bewerken. Het is vandaag dinsdag. Ik heb mijn haar vast, want ik ga echt bijna weg. Het is echt nog heel erg vroeg. Wij moeten om 8 uur. Ik had vorige week, in mijn vorige week vlog, moest ik een filmpje maken. Oh, mijn schoenen kraken nog heel erg. Moesten wij een filmpje maken voor de tweedejaars studenten. En vandaag moeten wij dus die dag begeleiden. En dat gaat dus over het jonge kind en verschillende hoeken en zo. Op de basisschool.
Dus daar moet wel mijn achteraan bezig zijn. En dan hebben we een eigen lokaal. Een soort inspiratiedag is het eigenlijk. Ik heb vandaag ook een toets. Dus ik heb niet super veel tijd om daarheen te gaan. Want ze hebben het niet heel handig gepland. Dus het is een soort van dubbel. Ik ben dus nu snel nog mijn tas aan het inpakken. Ik ga over 3 minuten weg. Ik weet niet wat ik precies vandaag ga filmen. Ik heb ook echt geen zin in die toets. Want die toets duurt 4 uur. 3 uur, 4 uur. Dus ik heb tijdverlenging. En ja, daar heb ik niet echt heel veel zin in. Wat jullie hopelijk ook wel snappen. Dus ja, ik moet dat eventjes kijken hoe ik dat allemaal ga doen. En ik kan dus ook niet met de auto. Want omdat het betaald parkeren is daar. En ik vind het gewoon heel erg fijn om met dit soort dagen gewoon met de auto te gaan. Nou, dat is een heel mooi beeld. Ik moet even mijn aanpakken. Zit ik om 7:45 in de bus. Ook prima. In ieder geval, ik ga nu naar school. En dan zien jullie mij misschien zo meteen daar. Oké, het is dinsdagavond. En ik had vandaag echt een mega zware dag. Ik heb ook helemaal niks gefilmd, want ik had het zo druk. Ik had dus eerst ging mijn wekker dus om 7:30, want ik moest om 7:30 weg. Ik moest namelijk om 8:00 ergens zijn voor school. En toen gingen we met een paar studenten van het derde jaar een opdracht uitleggen voor het tweede jaar. En daar ben ik tot 12:00 ongeveer gebleven. Toen had ik om 1:00 had ik een toets, dus toen moest ik vanaf die locatie snel naar de hogeschool. Toen moest ik de rekentoets gaan maken, een kennisbasisrekentoets die 4 uur duurt. Dus ja, daar ben ik mee bezig geweest. Ik had daar echt heel veel energie in gestoken qua de opdrachten maken en zo. Hij ging op zich best wel goed, maar ik was daarna helemaal kapot. Ik had ook mijn nieuwe schoenen aan, dus ik had blaren. Ik had spierpijn van gisteren. Toen was ik thuis en toen heb ik heel snel iets gegeten en toen kon ik gaan werken. Dus het was allemaal heel slecht ingepland. Ik ben nu net terug van werk. Het is 10:00 bijna. En er is nog wel een pakketje binnengekomen van de Douglas. Dus die ga ik even openmaken. Maar ik heb echt gewoon... Ik denk als ik nu in bed ga liggen, ik val 1 seconde in slaap. Ik ben helemaal kapot. Wat er namelijk in zit is... Maar ik had namelijk eventjes weer mijn Embryolisse crème gekocht. Er was namelijk sale. Dus toen dacht ik, ik bestel hem even, want die van mij is op. Dus ik ga nu ook lekker mijn make-up eraf halen. Ga ik deze gelijk gebruiken. Ga ik in bed liggen. Uitslapen. En morgen moet ik dan wel weer aan school zitten. Maar ik ga morgen ook iets anders heel erg leuks doen. Dus ik hoop dat het nog doorgaat, denk ik wel. En dan, ja, heel veel zin in. Het is vandaag woensdag. En ik ben eigenlijk weer een beetje uitgerust vergeleken met gisteren. Ik heb gewoon wat langer geslapen. Ik was ook heel vroeg gaan slapen, dus dat scheelt. En ja, ik heb me net even klaargemaakt. Ik moet denk ik wel even nog make-up boven mijn ogen weghalen. Maar ik voel me vandaag eigenlijk best wel prima. Wat ik ga doen, ik ga zo aan school zitten. Ik moet vrijdag een verslag inleveren voor rekenen. Waar ik eigenlijk nog alles aan moet doen qua verslag maken. Ik heb wel de opdracht uitgevoerd. En dat soort dingen, maar ik moet gewoon echt het verslag nog gaan maken. Zometeen een pakketje ophalen bij mijn vader. Want ik heb een hele leuke nieuwe samenwerking. Ik moet eigenlijk mijn kamer echt opruimen, maar... Ik moet mijn kleren ook gaan uitzoeken, dat is een goed idee. Want het ligt echt helemaal vol. In ieder geval, ik wilde... Wat wilde ik ook weer zeggen? Oh ja, ik ga straks ook met Celia sporten. Ook al heb ik nog mega veel spierpijn. We gaan het toch eventjes doen. En we gaan zoiets heel leuks doen, maar dat vertel ik dan in de auto. Ja, hoe laat is het? 11:00. Ik ga nu in ieder geval verder aan school. Ik heb me even omgekleed. Ik heb dit jasje aan van Shein. Ik heb ook nog een kortingscode tot 31 december. En ik ga nu eventjes wat spulletjes halen, want ik kom echt niet zo goed aan mijn verslag toe. Ik heb niet heel veel concentratie. Dus ik ga even die pakketjes bij mijn vader halen. Dan ga ik zo meteen even wat eten. Dat eigenlijk. En even lekker muziek luisteren in de auto. Daar heb ik zin in. Het is inmiddels 2:50. Ik zit bij Julian in de auto bij mijn bordje. Deze willen we niet. We gaan even naar de bosrand. Oh, Jul, niet zo hard. Wat? Weet je hoe hard je uit dat vak gaat? Oh, oké. Okay. Nou. We gaan dus nu eventjes naar de bosrand. Hebben ze ook weer kerstspullen, dat is ook wel leuk. En we gaan nu even muziek luisteren. Welk liedje wil je? Nee, ik deed shuffle. Oké. Okay. Zit wijfje?
Ja, maar we zijn ook nu al eigenlijk een beetje verkeerd gegaan. Maar nee, niet. Ja, het kan ook al zo. Maar als ik jou was, zou ik met dit... Maar als ik jou... Oké, wij zijn terug van de bosrand en we hebben echt alleen maar onzin zitten kopen. Het was echt helemaal leuk in kerstsfeer. En ik heb nieuwe kerstballen gekocht voor mijn kleine kerstboom die ik binnenkort ga opzetten en zo'n geurzakje. Dus dat is de onzin die we hebben gekocht en we hadden nog een bos bloemen gekocht. Voor de rest, ik ga dus nu wachten op zee. Dan gaan we zo meteen sporten, maar voordat we gaan sporten gaan we iets heel leuks doen. We gaan namelijk bij ons nieuwe huis kijken waarschijnlijk. En dit heeft Zee geregeld. En ik ga dus vandaag voor het eerst kijken. Zij heeft al gekeken en ik ben echt heel erg benieuwd en heel erg excited. Dus het is nu nog helemaal in verbouwing. Maar ja, ik heb er helemaal heel veel zin in. Dus ik ga nu een paar wachten en dan ga ik daar naartoe. Ter, dan maar zeggen qua... Oh ja. Je mag lopen denk ik hoor. Ja, ik durf niet. Oh ja. En dan komen we er gewoon... Oh, het gaat wel best wel snel. Ja, ik wou net zeggen. Oké, ik heb weer even wat anders aan. Ik heb mijn haar even opnieuw gedaan. En wat ik zo ga doen is wat ik heb gedaan in ieder geval was sporten heb ik gedaan vandaag. Ging heel goed. Samen met Zee was helemaal kapot. En we zijn bij het nieuwe huis gaan kijken. Was echt heel erg mooi. En dat wordt dus nu nog helemaal gerenoveerd. Ik heb het nu even snel omgekleed. En ik ga dus nu naar Floor. En Voske is daar ook. En dan gaan we Gooise Moeders kijken als het goed is. Voor de rest. Morgen ga ik mijn wenkbrauwen voor het eerst laten doen. Dat heb ik nog nooit gedaan. En ik ga namelijk met Henna ga ik het laten doen. Waar ik ook altijd mijn nagels doe. En Eva gaat dat ook doen. Dus we zijn heel erg benieuwd. Dus dat eigenlijk. Maar er is niet heel veel bijzonder. Ik ga zo meteen in ieder geval dus naar Floor toe. Fendi jas met die logo, Louis tas met die blokjes, vis gedress is mijn motto, is het naar oude bel op. Ja, dat maakt toch niet uit? Oké, het is vandaag donderdag en ik heb met mijn wenkbrauwen gedaan. Het is nu nog heel erg donker, want het moet nog, hoe zeg je dat? Een dag intrekken. En ik heb net ook een video opgenomen, dus daar heb ik echt mega donkere wenkbrauwen. Ik hoop niet dat mensen er haat komen. Maar dit is morgen alweer veel minder. Zo. Maar ik heb dus nog nooit, laat maar zeggen, gehad dat eronder bij mij die haartjes weg zijn en naar boven. Dat heb ik nog nooit gehad, dus dat is wel echt ziek. Het is echt mooi. Oké, en ik ben dus... Het is echt mooi voor jou. En ik ben met Eva. Had ik nog niet gezegd. Wat gaan we eigenlijk eten? Ja, maar maakt niet uit. Ik wilde eigenlijk een mukbang opnemen, maar... Dan doe ik toch wel een ding boven. Zal ik even wat mayonnaise voor mij opdoen? En gaan we dan naar de stad ja, of zo? Oké. Okay. Zo, mijn wenkbrauwen zijn nu al echt donker met dit ding. Oké. Een andere keer mukbang, oké. Ja. Maar kijk eens in de camera gewoon. Ik ga... Oké, hoe heet het? We zijn dus nu bij de McDonald's. Eva heeft ook haar wenkbrauwen gedaan. Het is wel een beetje heftig bij mij. Ja, bij mij ook nog. Maar het gaat morgen wel... Wat ga je eten? Kijk jongens, ik doe het echt nooit. Nee, Eva tekent nooit haar wenkbrauwen, draagt nooit foundation. Dus dan is het gelijk heel erg heftig. Oké, wat ga je eten? Oké, wat ga je nemen? Ik zit toch weer te zijn om Happy Meal te nemen. Iedereen neemt het laatst echt vaak. Ik heb die twee eieren aan die kinderen gegeven, vond het echt heel leuk. Echt? Ja. Oké, nou. Ik ben met Eva en waar zijn we? Wortels voor de meid. Heel, het is echt vies mijn auto. Maar het lijkt ook of die bekers ook anders zijn van de Mac. Kijk maar.
Ja, maar het is ook raar, want ik bedoel, dit is nog steeds plastic. Dit. Ja, maar het lijkt wel ander plastic of zo. Ja, misschien is het ook ander plastic. Misschien recycled plastic. Ja, dat kan. Dat kan. Ik ging net ook die video van Lounge opnemen en ik ben zo slecht in namen uitspreken. Met dingen qua, hoe zeg je dat? Of van namen moet je uitspreken dan? Gewoon de, je hebt verschillende lijnen, snap je wat ik bedoel? Dus je hebt de balconylijn en dat soort dingen. Dat kan ik dan gewoon niet uitspreken. Ik heb nog een voor jou. Ik heb er iets anders erbij gekregen. Hebben ze nieuwe Happy Meals? Wat dan? Maar mag je ook hebben. Wat is dat? Een Minion. Minion. Mag je toch? Ik heb weer niks gefilmd in de stad. Maar ik ben met Eve. Ik heb weer iets bij de Zara gekocht. Ik heb niks gekocht. Hallo, sinds die Zara in Leiden zit. Ja, je koopt elke week iets. Het is echt niet ook. Oké, en we hebben wat spullen voor ons verjaardag besproken. Mm-hmm. Dat gaan we nog kopen. Ja. We hebben wel vast rietjes gekocht. Iedereen gaat zo haten. Op wat? Dat wij ons verjaardag gaan vieren. Maar hoezo? Je mag toch 2 mensen uitnodigen? Oh, ja. 3. 2, 3. 2 mag je volgens mij in je. Ja, maar de regels worden toch dinsdag weer aangepast. Dan mag je er sowieso 3 en dan mag het gewoon. Ja. Dan zijn we gewoon niet illegaal. Nee, volgens mij mag het 4, dus dan mag het sowieso. Ja, dan mag het sowieso. En ik doe blokjes verjaardag, hè? Oh nee, geen blokjes verjaardag. Ik doe om de dag. Nee, elke dag. Nee, je mag niet meer op dezelfde dag. Maar je mag wel op verschillende dagen uitnodigen. Dus dat doe ik. Ja, maar... Oké, ik ben weer terug uit de stad. Ik heb een pakket Naked binnen. En ik zal even het jurkje laten zien die ik heb gekocht bij de Zara. Ik weet niet of ik had verteld dat ik een jurkje heb gekocht, maar ik heb net een jurkje gekocht. Ik heb namelijk een zilver zwart glitter jurkje gekocht. En hij is heel erg leuk, want aan de onderkant heeft hij dus een beetje van dat... Ja, hoe leg je dit uit? Dat het een beetje zo is opgetrokken. Dit is de code, hij was €40. Dat was wel leuk voor mijn verjaardag. Leuk, maar die ga je nog wel zien als ik die aan heb op mijn verjaardag. Ik ga in ieder geval nu video's kijken in bed. En even iets anders aan doen. Het is vandaag vrijdag. Goedemorgen. Ik moet een beetje haasten, want ik moet zo dus naar school. En ik wil eigenlijk nog eventjes ontbijten. Dit ligt. Dit is beter. In ieder geval, ik heb een blazer aan. Ik zal zo meteen... wat wil ik nog meer zeggen? Geen idee. Wat een gehaast stukje is dit. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik doe even het stukje opnieuw. Ik had net een stukje gefilmd. Het was zo chaotisch. Ik kon er zelf echt gewoon niet... Nee, was niet ook. Ik ben nu onderweg naar school. Ik zit nu in de auto. Ik heb wel een klein beetje haast. Dus ik dacht, ik film maar gewoon even in de auto. Dat was wat makkelijker. Ik heb ook niks aan mijn haar kunnen doen. Ik dacht namelijk vanochtend, oh, ik maak mijn rekenverslag wel even af. Die moet vanavond voor 12 uur ingeleverd worden. Dus toen dacht ik, dat doe ik al even in de ochtend. Maar ik heb om 10:30 les. Dus dat is niet heel handig. Ik heb gisteren mijn wenkbrauwen laten doen. Die zijn nu al ietsje minder. Zijn nog steeds wel best wel heftig. Maar ik vind ze wel heel erg mooi. Voor de rest, wat ik heb gedaan is henna. Ik weet niet of ik dat eigenlijk had verteld. Ik ben dus nu onderweg naar school. Ik weet eigenlijk niet wat we precies gaan doen op school. We hebben traject, dus dat gaat over kunst. En we hebben binnenkort, of nou ja, eigenlijk over een hele tijd, hebben we een soort avond dat we iets moeten laten zien. En ik weet echt nog niet welk talent ik wil laten zien. Dus ik moet nog eventjes kijken. In ieder geval, dat eigenlijk. Ik ben dus in ieder geval nu bezig om naar school te rijden. Wat ik aan heb is gewoon een blazer met een spijkerbroek. En wat ik dus heb, is ik heb bij de bosrand, heb ik van, ik moet even goed opletten, heb ik dit soort zakjes gehaald. Deze heet Cozy Moments en deze ruikt zo lekker, dus ik leg dat in mijn auto, mijn hele auto ruikt hier naar. Dat is echt een hele grote tip. Dus niet van die geurblokjes, want ik heb bijvoorbeeld van de Rituals. En ik vind deze eigenlijk veel beter werken en ook veel goedkoper, want deze was bijvoorbeeld maar €3 volgens mij. En dan ga ik in de zomer weer een andere geur erin leggen, maar deze is wel echt zo'n wintergeur. In ieder geval, ik ga nu naar school. Ik ben weer terug van school. Ik had dus maar echt 1,5 uur les. En we gingen inderdaad bespreken wat we willen doen. Want we hebben dus... ik zit nu al in jaar 3.
En ik volg dus het kunsttraject extra. En we hebben dus binnenkort zo'n soort theateravond. En dan gaan we dus allemaal optreden. En dan moet je jezelf... Nou ja, dat is het leukste om jezelf uit te dagen. En ik vind piano spelen heel leuk, maar ik kan het echt niet. Ik kan een paar dingen, maar ik kan niet goed piano spelen. En het lijkt mij dus heel leuk om, ja, een stuk te oefenen. En dat dan te spelen. Maar ik vind het wel heel lastig. Dus ik moet er nog even over nadenken. Ik twijfel een beetje tussen dit misschien. Ik vind die heel erg mooi, maar ik vind bijvoorbeeld... nou ja, er zijn gewoon een aantal liedjes die ik heel erg mooi vind, die ik misschien ga oefenen. Dus daar moet ik nog over nadenken, want dan wil ik het hele proces vast gaan leggen. Maar ik ga nu weer naar huis rijden. En wat ga ik dan doen? Geen idee eigenlijk. Oh ja, ik moet mijn rekenverslag afmaken. Het is vandaag zaterdag. En wat ik aan heb, ik ga zo'n foto maken. Ik ben namelijk... Volgens mij als deze vlog online komt, die donderdag... Want ik ben op 19 november jarig. Dus ik ga nu even een foto maken. Dus ik heb even dit glittertopje aan en daaronder gewoon een grijze broek van de Zara. Het is wel heel erg leuk. Dat ik mijn camera niet vast kan zetten. Een soort van. Ja, niet daarin. Nee, dat kan niet. Oké, ik ben met Floor. En we hebben net foto's gemaakt. Mijn haar is echt bizar. Oké, ik ga... En wat we gaan doen, we gaan even naar de McDonald's. Maar we gaan ook het nieuwe album luisteren van Femke Louise. Of zou die wel hierin passen? Oh, dit is van de Oké, het is inmiddels alweer, hoe laat is het? 5 uur. Wat ik vandaag heb gedaan. Ik ging dus met Floor gingen we foto's maken. Zij heeft namelijk een nieuw hondje. Heel, heel schattig. Dus daar gingen we foto's mee maken. En ik wilde een verjaardagsfoto maken, want ik ben dus 19 november jarig. En ik dacht, ik wil een leuke foto op Instagram. Ik denk dat het wel heel erg goed is gelukt. Ik heb alleen daarvan niks gefilmd, want het was buiten best wel slecht weer. Toen wilden we een video gaan maken, een aparte video, dat we gingen reageren op het album van Femke Louise, het nieuwe album. Toen dachten we, nee, we doen het gewoon in de weekvlog. Maar uiteindelijk heb ik echt 20 minuten gefilmd, dus ik denk dat daar een aparte video van is gemaakt. Anders zit het hiervoor. Dus dat. En ik heb dus ook nog een pakketje van Shein. Alleen... Ja, ik ga nu even mijn camera opladen. Dan ga ik mijn kamer opruimen en dan ga ik dat pakketje openen. Want volgens mij is mijn vlog ook al best wel lang. En ja, ik ga even de foto's bekijken. Volgens mij zijn ze echt heel erg leuk geworden. En morgen komt er ook een winactie online met dit horloge. Dus daar kan je ook nog mee aan meedoen. Oké, wat ik heb een pakketje van Shein. Ik heb het gewoon zelf gekocht. Ik heb wel mijn eigen kortingscode gebruikt, want die is namelijk tot 31 december geldig. En ik had namelijk wat jurkjes nodig voor mijn verjaardag en verjaardagspullen. En ik zag dat ze op Shein hele leuke dingen hadden. Ik heb alleen dus nu al een ander jurkje bij de Zara gekocht. Wat je ook in mijn weekvlog kan zien. Dus het is eigenlijk niet meer nodig. Dus misschien ga ik wel wat jurkjes terugsturen. Of Eve kan ook nog eventjes kijken of ze leuke dingen ziet. Want wij vieren... Ik vier namelijk dit jaar mijn verjaardag 3 keer. Omdat je het natuurlijk niet in 1 keer mag doen. Dus ja, ik ga gewoon even kijken. Ik weet ook echt niet meer wat ik allemaal heb besteld. Ik weet wel dat er een paar schoenen in moeten zitten. En best wel veel spullen. Dus ik weet niet hoe dit er überhaupt ooit in heeft. Ja, hoe dit past. Want het is wel een grote doos. Maar ook weer niet zo groot. Oké, nou heel veel moeite is het pakket eindelijk open. Hij zit echt bom en bom vol. Want Eve en ik hadden dus ook ballonnen en allemaal dat soort dingen gekocht hier. Dus dat moet ik even apart leggen. En dat ga ik dan in mijn verjaardagsvlog... Kan je dit dat dus allemaal zien. Er zit heel veel in. Dit zijn ook 2 hele grote ballonnen. Oh, en hier zijn de jurkjes. Ik zet het even op de grond. Het is niet een heel bijzonder jurkje. Het is gewoon een glitterjurkje. Ja, gewoon dat eigenlijk. Ik zal wel aanbeelden maken. En deze is in een maatje S. Hij is niet heel erg bijzonder. Gewoon een basic glitterjurkje. Oké, dit is het jurkje. Het is eigenlijk gewoon best wel simpel. En hij is wel gewoon... Prima, hij zit goed. Het is wel een dun stofje, maar ik vind dit wel bijvoorbeeld weer heel erg mooi. En ik heb er onder die laarzen gedaan. Ik moet dit even weghalen. Ja. Dit is namelijk zo'n jurkje en die heb je dus ook bij de Zara. Namelijk dit jurkje en heb je aan de zijkant is dat je dat met touwtjes zo omhoog kan trekken. En dan kan je zo'n strikje doen. Ik vond deze wel heel erg leuk. Hij ziet er...
Ja, nou eigenlijk denk ik wel dat hij goed is als een S. Ik heb dus alles in een maatje S besteld. En deze stof is echt veel dikker dan normaal. Terwijl deze volgens mij echt maar 10 euro was. Oké, dit is de zwarte jurk die je dus ook bij de Zara kan kopen. Die strikjes zijn wel best wel lang. Maar als je het los hebt, komt hij tot hier. Je kan hem nog hoger doen. Je kan het eigenlijk zelf bepalen. Ik vind hem wel heel erg leuk. Hij is wel heel erg simpel. Dus misschien zou ik er wel een riempje omheen doen. Maar ja, wel heel erg leuk. Oh, wat raar, wacht. Oké, ik zag dit jurkje en deze zag er echt heel erg leuk uit op de site. Even kijken hoe die zit. Zo. En deze heeft weer dat getrapeerde effect, of hoe je dat ook noemt, aan de zijkanten. En als je dus heel dichtbij kijkt, zijn het een soort van aardappelhoofdjes. Of een soort doodhoofdjes. Dat had ik niet gezien. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Ik hoop wel dat ik deze... Ja, deze heb ik in een M besteld. En dat mag ook wel, want hij ziet er heel kort uit. Maar wel heel erg leuk. Ik wil niet weten hoe blij ik ben dat ik dit jurkje in een M heb genomen. Hij zit echt perfect. Hij sluit precies goed aan. Ik vind de mouw heel erg leuk. Ik vind dat onderste heel leuk. Hij is dus wel best wel kort. Maar met die lange laarzen vind ik het dus wel heel erg leuk. En de achterkant is hij ook heel erg mooi. Omdat hij dus heel erg mooi bij je billen aansluit. Ja, heel erg leuk. En van ver af zie je toch dat rare patroontje niet wat erop zit. Die aardappelhoofdjes. Of wat het ook is. Oké, het is dus een beetje licht wit zilver. En het is echt een beetje een soort discobal. Hier moet je geen licht op hebben. Even kijken of dit er leuk uitziet. Dit is het jurkje. Ik denk dat hij er wel heel leuk uit kan zien. Maar het is niet echt iets wat ik zoek nu. Ja, het is wel gewoon een prima jurkje. Deze was ook niet zo duur. En deze heb ik denk ik ook wel in een maatje S. Dus dat is dit jurkje. Oké, ik vind dit jurkje wel een beetje alsof je naar de toppers gaat. Maar ik vind hem dus wel echt heel erg leuk. Zo, ik ben echt blij. Ik ga naar sportschool. In ieder geval met die laarzen ook weer heel erg leuk. Maar ook gewoon met andere hakken of met Dr. Martens. Ik vind die mouwen heel erg mooi. Ik vind dit mooi afgewerkt. En je kan hem dus aan de zijkant ook nog open en dicht doen met een rits. Dat had ik dus niet gezien. En ik heb dus nu, ik heb overal al zwart ondergoed onder. Dan weten jullie dat. En ja, heel erg leuk. Deze vind ik ook wel heel erg mooi. Dan had ik nog even wat mondkapjes besteld. Dan hebben we nog dit van ballonnen. En ook nog zo'n grote slinger. Veel te veel hebben we. En dan zitten mijn schoenen ook nog onderaan. Ik dacht het gaat nooit passen, maar ze zijn natuurlijk zo helemaal in elkaar. Dus dit zijn van die lange grote laarzen. Heel erg mooi. Deze waren dus ook echt maar iets van 30 euro of zo. En je kan ze dus aan de achterkant met zo'n strikje strak maken. En ik heb ze dus één maatje groter genomen dan dat ik normaal heb, omdat dat er stond. En ik ben heel erg benieuwd hoe me dit gaat staan. Ik heb echt geen idee. Oké, ik heb die laarzen aan. Ze zitten eigenlijk wel goed. Er zit wel hier in het midden een heel strak deel. Wat echt mijn voeten afknelt. Maar voor de rest zit hij eigenlijk wel prima. Ik dacht eerst, ik krijg ze nooit aan. Omdat hij hier zo strak zit. Maar ik heb ook niet de allerdunste benen. Maar op zich zitten ze eigenlijk wel gewoon goed. Dus één maatje groter was wel heel erg handig. Ik ga nu eventjes alles aandoen. Het is vandaag zondag en ik heb nog niet zoveel gedaan. Terwijl het tot 12 uur is en ik moet echt aan school, maar het lukt me gewoon niet. In ieder geval, ik heb dinsdag een toets, dus daar moet ik eigenlijk voor leren. En ik heb dus net een video bewerkt dat Floor en ik gaan reageren op het nieuwe album van Femke Louise. En we wilden het eigenlijk in deze week vlog doen, maar... ik had echt 25 minuten aan beeldmateriaal. Dus ik vond het ook zonde om het daar niks mee te doen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. In ieder geval, als je hem nog niet hebt gezien, ga hem lekker kijken. En ik ga nu even aan school zitten. Maar ik heb echt geen zin. Geen concentratie. En ik ben al te laat begonnen. Dus ik weet nu eigenlijk al dat ik het misschien niet ga halen. Dus dat is een beetje stom. Oké, ik ben echt al de hele dag bezig met school, maar het lukt niet zo goed. Dus ik heb ondertussen ook heel veel Videoland dingen gekeken. Voor de rest heb ik een beetje gekeken wat ik met mijn verjaardag wil. Want ik ben dus deze week jarig.
En ik ga hierbij ook de vlog afsluiten, want ik ga hem vanavond editen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!